Renault Antwerpen. De auto's van stad. Van waar is dat merk? 120 kokertjes met 14 verschillende gedichten zitten er in de ongewone automaat. Het moet de bezoekers prikkelen. De gedichten gewoon ophangen in de tuin was geen optie. Het is veel leuker om die in een automaat te stoppen en u te laten verrassen en te zien welk gedicht komt eruit. Hè? Dus het kan tegenslaan natuurlijk als je een gedicht treft dat je zegt van ik snap er niks van. Maar het kan evengoed natuurlijk een leuk gedicht zijn. Je kan er ook een nieuw draaien. Hè? En sinds wij onze eigen tuindichter hebben, heeft ze heel erg veel geschreven. En dan zijn we gaan zoeken naar manieren, hoe kunnen we dat presenteren. En iets wat zeer ongebruikelijk is, wat je eigenlijk ook helemaal niet verwacht, is een automaat. Niet met poëzie en ook niet met een tuin. Dus laat ons die confrontatie aangaan, die nieuwsgierigheid prikkelen. En dat heeft dan juist geleid dat we gezegd hebben, het is een gek idee. En gekke ideeën, die moet je vooral uitvoeren, denk ik. Een automaat in een bomentuin, het blijft toch een iets wat rare combinatie. De conservator vindt van niet. Kijk, de automaat staat hier bij de vijver. Dat is een van de mooiste plekjes, de meest romantische plek in de vijver. En dat is eigenlijk een uitgesproken plek om aan poëzie te denken en iets aan een geliefde voor te dragen. Dus ik denk dat het best wel past in deze tuin. Voor wie ook een gedicht wil draaien uit de automaat, voor 50 eurocent kan u het ook eens proberen.